Het festival begint langzaam op zijn eind te lopen. We hebben heel wat groepen gezien. En ik wou jou eens vragen van hoe je aan al die groepen gekomen bent. Hoe je in de afgelopen maanden met een aantal mensen daarmee bezig geweest bent. Er ligt bij de Big Svisten al 2 jaar een verlanglijstje van groepen. Dat is onder andere Gwendal en een aantal Engelse folkgroepen. Een groep uit Italië. Die zijn heel moeilijk te verwezenlijken, maar we zoeken naar een programma dat gewoon voor iedereen op een volksfeest iets te bieden heeft. Ja, wat me dan opvalt is dat jullie toch allemaal al een programma weten samenstellen waarin je onderscheidt van welk anders muziekfestival dan ook. Heb je daar nou een principe voor of een fijne neus? Hoe doe je dat? Je moet in ieder geval, dus dat heb ik al gezegd, een programma worden voor een volksfeest. Het is niet voor niks dat een Footsbaren en een Bobkus, Whoopie Band en een Django. Ja, en Toy had ook met een heel speciaal act. Het zijn toch wel theatershows die ze op een gegeven moment gaan brengen. En ik denk dat daar mensen meer aanspreekt dan even een half uur of een uur muziek staan te maken. Dat is een van de belangrijkste dingen op de Big Svisten. De muziek en de mensen die de muziek maken, die moeten gewoon overkomen op het publiek. Dus op een gegeven moment, ja, die gaat kiezen en nou in dat hoofdprogramma, ja, daar zitten nou inderdaad toch wel een heel gevarieerde groepen in. En vooral de varkensmerk ook. Nou, wat daar allemaal in zit aan jazz en aan cabaret en aan toneel, is toch wel volgens mij het puikje van de zalm. Dat toch nooit gezien is door de mensen, omdat het schouwburgpubliek ook niet breed is. Ja. Maya Florida is schouwburgpubliek bijvoorbeeld, ja. Komen de mensen niet. Ja. Dus dat betekent eigenlijk, Big Svisten kun je niet onder één noemen brengen. Het is niet een folkfestival, het is geen popfestival, maar het is een muziekfestival, theaterfestival met heel veel variëteit. Daar komt het eigenlijk op neer dan. Ja.